Dat zijn inderdaad daar de Zweden met een zeer speciale machine. Twee aan elkaar geplaatste tweetakblokken zijn dat, Frans. Misschien heb je dat al wel gehoord. Dat is een experimenteel blok waar onder andere ook Tom van Heugten mee rijdt. Dat zijn twee Zweedse machines die door twee ingenieurs, Zweedse ingenieurs, aan elkaar gebakken zijn, zou je kunnen zeggen. En blijft dat spul heel? Dat blijft niet altijd heel, moet ik zeggen. Vandaar ook dat stempel experimenteel erop. En met name de narigheid die zit hem natuurlijk in de versnellingsbak. Wat je heel duidelijk kunt zien is het koersje wat de rijders om hun hand hebben. Dat wanneer ze eraf zouden stuiteren, dan gaat er een contactje gaat er af, zou je kunnen zeggen. En dan slaat ogenblikkelijk ook de motorfiets stil. Dus er kan eigenlijk weinig of niets mee gebeuren. Het kan, denk ik, Frans, nu niet al te lang meer duren of dat hek dat gaat vallen. Ze zijn al super nerveus in ieder geval. Dus het zal nog wel een paar seconden zijn en dan moet het hek vallen en dan zijn ze weg. Ze zijn het opruimen, daar gaat het kanon en wie komt er het eerst weg? Je ziet sommige motoren heel erg moeilijk op gang komen. Het is ook werk voor de bakkenisten. De bakkenisten, dat noemden ze vroeger passagiers. Nou, mooie passagiers. En nu gaan ze die sluis af en wie heeft de eerste plaats? Heb jij dat gezien, Cor? Ik dacht dat het 28 was, maar ik kan me dat nauwelijks voorstellen, want het zou Beter kunnen betekenen. Dat is al het eerste verkeer. Ja, daar krijgen we die driewielers natuurlijk. Ja, daar zit de dag, staat ook startnummer op 13 bij en dat is natuurlijk toch wel een beetje ongelukkig, hè? Het lijkt me dat Tom van Heugten goed voorop zit. Ja, inderdaad, dat is goed. Ja, dat goed is op Tom. Ja. Tom van Heugten zit voorop. Die heeft hier trouwens alles voortreffelijk gereden. Kijk, en die is helemaal op de kop gegaan. En ik hoop dat het voor de bakkenist goed is afgelopen, maar die machine moet gekanteld worden. Het is Tom van Heugten op het ogenblik die de kop heeft. Tom van Heugten die zou eerst startnummer 13 krijgen, maar dat vond hij niet zo goed. Toen heeft hij de startnummer 26 gekregen. Hij vergeet dat het 2x13 is, maar in ieder geval het ongeluksgetal speelt op het ogenblik niet. Hij heeft toch de eerste plaats. Dus Tom van Heugten op het ogenblik op de eerste plaats met nummer 26. Dat is heel erg duidelijk. Het is niet natuurlijk alleen Tom van Heugten, maar het is ook Frits Kigge die verschrikkelijk hard zal moeten werken. Frans natuurlijk in het bakje. In Amerika noemen ze deze figuren de monkey. Maar je moet eens kijken wie gaat daar compleet overheen. Dat is startnummer 11. Dat is Wil van der Laan, dacht ik daar, met een hele speciale machine. En die heeft in zijn bakje zitten daar Karel Overes. Snelheid van zo'n 130 tot 140 kilometer. Je moet er niet aan denken. En ik weet uit eigen ervaring wat of het betekent als je eenmaal in zo'n bakje zit. Dat is werkelijk adembenemend en je wilt alleen eigenlijk je ogen maar sluiten. Ik heb hem hier inderdaad een hele korte tussenstand. Eerste plaats dus voor Tom van Heugten uit Amersfoort met Frits Kigge in het bakje. En tweede plaats hadden we daarvoor de man die ooit vierde werd in het Nederlands kampioenschap, namelijk Wil van der Laan met Karel Overes. En derde plaats hadden we daar, en dat had ik je al verteld, Frans natuurlijk, Jan Bakens, dat is ook zo'n lekkere terrier, met vriendje Maas in het bakje. En een vierde positie hadden we daarvoor Mari Bens en Tom Voets in de bak. Wel, dat betekent natuurlijk dat we nog het nodige spektakel kunnen verwachten, met name natuurlijk van Wil van der Laan, die nu er even aan heeft geroken aan die eerste positie. En die het de ex-Europees, de ex-wereldkampioen, zou je kunnen zeggen, Tom van Heugten, erg moeilijk maakt. Kijk, maar daar gebeurt het weer. Loopt er compleet overheen, zou je kunnen zeggen. En dat blijkt toch wel dat er geweldig veel snelheid in de machine van Wil van der Laan zit. Het leek me dat de machine van Tom van Heugten Kigge even wat vastliep. Dat is best mogelijk natuurlijk. In ieder geval even vermogen kwijt was. En dat kan natuurlijk ook door het water, want het wordt wel eens onderschat wat voor invloed het zoute water heeft op een motor natuurlijk, hè, op ontstekingen, maar zelfs op remmen, dat wordt ook wel eens vergeten. Dat zout water is natuurlijk geen aardigheid. Nou, misschien krijgen we ze nou goed in beeld. In ieder geval is de kop overgegaan, Ton is van de kop weg. Het is op het ogenblik Wil van der Laan. Het is op het ogenblik Wil van der Laan met Karel Overes, uiteraard. Die op de eerste plaats zit. En kijk eens wat de zandwoestijnen, wat een zandverstuiving, en daar moeten ze allemaal doorheen. Ton zit er toch nog bij, Ton van Heugten zit erbij. En wie zit er? Oh, daar zit ook bij Jan Bakens uit Zomeren met Maasen, die al een paar keer hier voortreffelijk gereden hebben op het strand in Scheveningen. Wil van der Laan had u daar in beeld. Ton van Heugten zit erbij, Jan Bakens zit erbij. En wat moeten die bakkenisten werken? Wat moeten ze door de knieën zijn? Het zijn net skiers, ze moeten in de knieën zijn, een soort schokbrekers voor ze. Het is iets ongelooflijk. Johnny, heb jij wel eens in zo'n zijspan gezeten of niet? Nee, nooit. Maar het is wel om. Bakkenist zijn, dat is gewoon groot zwaar. Je krijgt ook een dikke omruim, want anders is het ongelooflijk. En net met dat, op dat rechte stuk met het voorbij gaan, dan zit hij meestal op de harde lijn. Je hebt zachtgezand en het wat water overheen.
dat is harder, dus daardoor hebben ze meer snelheid. Ja, en het ziet eruit dat Bakers onderneemt op het ogenblik een aanval. Bakers met nummer 1 onderneemt een aanval op het ogenblik op Wil van der Laan met nummer 11. Het zit allemaal nog vlak bij elkaar. Het is heel iets anders bij de solo's toen Erik de Boer zomaar met zijn handje buigde en zei dat dag. Dat zien jullie straks wel aan de finish. Maar op het ogenblik, dit kan nog allemaal heel gek aflopen. Dit zijn ze, Jan Bakens en Tom Maassen. Op de tweede plaats rijdend op dit moment. En het is echt ongelooflijk. Hij heeft Wil van der Laan, die gaat aan de leiding, die gaat voorop. Maar Jan Bakens heeft dit weekend, deze week bij de training, heeft hij liefst 3 motoren kapot gereden. Ze hebben een speciale versnellingsbak gemaakt, wat hij zei, ik heb hem al 3 keer gewonnen. Wat ik ook wil, eigenlijk, is dat ik op een gegeven moment voor de 4e keer wil winnen. Want de eerste wisselbeker heeft hij al binnen. En wij hopen ook dat we die nog een keer aan hem kunnen uitreiken vandaag. Rechts van de laan, links Bakens. Wie heeft het juiste spoor? Kijk eens hoe die man... Oh, dat wordt een werker voor die machines. Kijk eens, dat kan niet Bakens hoor. Vergis me niet. Ongelooflijk. Wil van der Laan. Hij is Nederlands kampioen geweest in 77 en 78. En hij was 2 keer de eerste van de Inter-Sidecar-serie. En dat betekent een soort officieus wereldkampioenschap. Maar letten we eens even op wat er allemaal... aan de hand is. Met start nummer 26, dat is Tom van Heugten. Die zit er vlak achter en Tom van Heugten, die was nog een keertje wereldkampioen in 81. En hij was ook nog een keertje tweede in het wereldkampioenschap vorig jaar en derde dit jaar. Maar we gaan kijken. Bakens nu inmiddels aan de leiding. Jan Bakens met start nummer 1 op de tweede plaats. Wil van der Laan met Karel Overes met start nummer 11. En dan is er een andere rijder naar voren gekomen waarvan we nog niet het juiste... August Muller, de Nederlandse kampioen, let u op, met het rode. Oh, kijk eens hoe er hier gewerkt moet worden. En August Muller die is hier vast, maar Jan Bakens op dit moment in beeld. Hij gaat aan de leiding. En wij zeiden het al, dit is heel erg mulzand. Kijk eens even wat er hier gewerkt moet worden door die machines. Tot aan de assen zakken ze weg. Dat is ongelooflijk. Ja. We gaan er meestal 97 van start deze keer en we zullen kijken hoeveel er straks aan de finish zijn. Maar dat is ook nog leuk, meestal starten er de tweede man zo ongeveer een 60 tussen de 50 en de 60. Het was heel erg duidelijk, Bob, wat of je hier zag, dat Jan Bakens, die heeft namelijk een veel zwaardere motorfiets, dus meer trekkracht onderin. En je zag heel erg duidelijk dat August Muller, die een lichtere machine heeft, iets meer dan 500 kubieke centimeters, dat is overigens ook een tweetakt, dat hij zich compleet aan het ingraven was op dat moment en dus heel moeilijk weg kon komen. We hebben nu een rijderswisseling gehad op de tweede plaats, dus Bakens van Heek, hier ziet u ze. Sorry, Van Heek reed hij natuurlijk vroeger mee. Moet zeggen. Bakens met Ton Maassen, die liggen op de eerste plaats. En daar vlak achter Ton van Heugten met Frits Kigge. Op de derde plaats zijn het nu Van der Laan met Overes met nummer 11. En daarachter is het Bens. Een van de Bensen, Marie Bens is het. August Muller is inmiddels helemaal teruggevallen weer naar de negende plaats. Maar we zullen hem nog een keertje terug zien komen. Zo, de eerste mas, de eerste reeks zit erop. Nog 7 kilometer voor deze mensen die aan de leiding gaan. Jan Bakens met Ton Maassen. En als u iets wil weten over het werk van die bakkenisten, enkele televisiecollega's van mij, Henny Buddy en Paul Reumer, die hebben eens een keer gefungeerd voor de grap bij een van de andere van Heugtes als zijspassagier. En die konden vervolgens een week lang nauwelijks lopen, ze strompelden. En ze zeiden dat het kwam van tennis, want van de motorsport kon het natuurlijk nooit komen, want ze zeiden altijd de motor doet het werk. Nou, dat hebben ze toen dan gemerkt. Het is ongelooflijk overzicht. En ziet u het publiek erachter, ziet u dit terrein. Het is een gigantisch spektakel. Dit is echt een van de unieke dingen in de wereld. Om daar zoveel zijspannen. En kijk eens als die Jan Bakens eroverheen jaagt. En let u ook eens op het werk van die passagier. Hij moet er straks uithangen. Hij moet er op het ogenblik meegeven. Het werk van de rijder en de passagier. Dat moet helemaal op elkaar afgestemd zijn. Als die elkaar niet kunnen vertrouwen, loopt het onherroepelijk mis. En daar zag u dat eventjes door het water. Daar kan helemaal de machine door verstoord worden. Maar wat gaat het hard daar langs die vloedlijn? Het is een soort autobaan langs zee. Het is ongelooflijk zoals die zijspanrijders daar rijden. En er zit er notabene een bij een van de Belgen. Die heeft meegereden met zo'n zijspan in Parijs-Dakar. Ja, en ook de winnaar van Parijs, of nee, dat was de Djerba. Djerba, die is hier, en we gaan nu even de stand geven op dit moment. 1 was het Bakens, 2 was het Van Heugten met nummer 26. En we gaan even kijken, want dit is Bakens. Want kijk, er komt er eentje helemaal voorbij. Oei, 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 wat gaat dat hard, wat gaat dat? Oh, en dat is Van Heugten volgens mij. Van Heugten die 26, Van Heugten, die daar de leiding pakt van Bakens. En voor hem, achter hem dan, is het, dacht ik, een van de bruine shirts. Het moet dan Marie Bent zijn.
Op de vijfde plaats is het vuilstandschrijver Jansen, Benny Jansen. Die was tweede. En Bakens, die gaat er weer voorbij. Bakens op dit moment weer aan de leiding. Ongelooflijk, wat spannend. En daarna hebben we dan Muller, August Muller met Van Heek. Dan Tony Bens, dan de Scheemaker, de Belg. En daarna Van Hal. Dat zijn de mannen zoals ze op dit moment doorkwamen na de eerste ronde. En dit zijn ze, Jan Bakens met Tom Maassen aan de leiding. En nu het keerpunt en de lange weg terug. En het keerpunt dat ligt voor kleine 3 kilometer weg dus. En nu gaan ze dan weer de Sahara in, dat is allemaal één bocht, albocht. En de nodige bulten erbij en dan nog weer even de boulevard. Er kan nog van alles gebeuren, het is nog niet beslist hier. Ja, Bob die zei zo even dat onze vriend Bakens dat hij 3 blokken per reden had in de training de afgelopen week. Dan te bedenken dat een blok, een goed getuned blok, toch altijd zo'n kleine 10.000 gulden kost. Dat betekent het, dat hij toch wel zo onderhand de bodem van zijn portemonnee moet hebben gezien voordat hij hier aan deze strandrace in Scheveningen begon. Overigens, wat een voortreffelijke prestatie toch maar weer van die August Muller. Want die is weer helemaal aan het terugknokken met zijn lichte motorfiets. En Frans, jij zei zo even van, nou die Belgen die hebben aan Paris-Dakar meegedaan. Vergeet ook niet dat ook Tom van Heugten ooit eens een keer zo brutaal is geweest om daaraan mee te doen. Alleen die heeft toen gezegd, nou ik ben ongeveer 3 maanden weer in de revalidatie geweest om weer tot het normale leven terug te komen. Tom van Heugten die zegt in ieder geval, daaraan begin ik nooit meer, want dat is werkelijk om en onmenselijk. En dan toch maar weer elk jaar de moed opbrengen om hier naar Scheveningen te komen. En kijk eens dan wat of je doet daar in een voortreffelijke tweede positie toch kort achter Bakens te gaan zitten. Combinaties die wegen dus zo'n 235 kilogram, dat had ik zo even al verteld. En de combinatie van August Muller die weegt zo'n kleine 80 kilogram minder. Nou is dat bij de start is dat echt 80 kilogram, alleen als je dan door dit verschrikkelijke moeilijke zand hebt moeten boenderen, dan lijkt dat dit laatst natuurlijk wel 800 kilogram. Hè? En vandaar ook dat met name de conditie van Jan Bakens en Tom van Heugten formidabel moet zijn ten opzichte natuurlijk van August Muller. Daar weer dat stukje boulevard, waar het echt 10 rijen dik staat. En u zag inmiddels ook weer een paar achterblijvers. En dan ziet u dat daar de bakkenisten gewoon rechtop in het bakje staan. Maar die kunnen echt niet meer. Die hebben echt de conditie niet meer. Want dit zijn jongens die zijn door en door getraind. En dan komt die enorme bult. En dan moet je precies het gewicht goed over weten te brengen. Want anders gaat het zaakje duikelen. En als het zaakje dan op je komt, dan is het natuurlijk nooit zo heel erg gezond. En Bakens loopt op het ogenblik toch naar een mooie voorsprong toe. Het is ongelooflijk. Die man die Scheveningen leeft weer, zeggen ze. Nou, Scheveningen leeft voor hem heel erg. Want in Scheveningen rijdt hij altijd fantastisch, die Bakens. Bovendien, Jan Bakens is de afgelopen periode, de afgelopen jaren, heeft hij nog wel eens wat van bakkenist gewisseld. En zoals jij zo even al zei, Frans, het is erg belangrijk dat je als rijder en bakkenist gewoon één hecht team vormt. Want nu het schijnt dan inderdaad dat Jan Bakens nu de goede maat gevonden heeft, namelijk Tom Maassen. En zoals je ook ziet, voortreffelijk gaan ze hier aan de leiding met nog zeker een voorsprong van zo'n kleine 100 meter. Er zit zo'n kleine 100 pk in die motorfietsen. En je moet dat dan toch allemaal maar op de goede manier in het bullenzand weten over te brengen. 5 versnellingen zijn er over het algemeen aan boord. En ik weet zeker, als je mee zou kunnen rijden of mee zou kunnen tellen, dat er heel wat geschakeld moet worden. Kijk eens, werkelijk tot over de assen gaan ze hier door het erge mullige zand heen. En kijk eens, dat is nou echt 100 pk van zo'n Nederlandse zijspancombinatie. Want dat is misschien wel aardig om te vertellen. Die motorfiets die Bakens rijdt, die is mede ontwikkeld door steun van het ministerie van Economische Zaken, Frans. Ik weet niet of je dat weet, maar er is een bedrijfje in de Achterhoek die die motorfietsen maakt en daarvan een fantastisch exportmiddel heeft gemaakt. Ja, daar rijden ook Zwitsers op en zo. Hè? Die worden over de hele wereld gekocht en die Zwitsers die kloppen ons vervolgens. Dat vind ik nou weer niet zo leuk eigenlijk. Hé, daar zijn ze vastgelopen. Ja, dat ga je dat soort dingen en dan moet je hem even tillen en dat kost kracht. Daar komen Bakens aan, die moeten nu nog wel zo'n beetje naar de finishvlag toe rijden, denk ik. Die hebben nu een spoor gevonden even. Ja, daar staat de finishvlag. Daar komen Jan Bakens, komt eraan en Maassen. Jan Bakens, Maassen binnen deze eerste zijspancross.
Nou, we zullen u straks de officiële uitslag geven. U kunt nu niet zeggen dat dit nummer 2, 3, 4 zijn en zo. Want dat zijn er ondertussen ongetwijfeld al mensen die in twee ronden, moet u nagaan, in twee ronden gelapt zijn. Hier ziet u het verschil tussen nummer 1 en nummer zoveel. Kijk of die jongens nog eventjes, zoals een Bakens daar wegrijdt, Ton Heuvel van Heugden daar wegrijdt met Kiggen. Alsof die jongens even een boodschap gedaan hebben. En dat is toch echt niet zo. En dan zag u hoe Geert Kruijman, en die kan er toch ook wel wat van uitwiegen, ja. Hoe die daar aan het zwoegen is. Kijk maar eens eventjes wat die... Nou, dat zijn gewoon zandfonteinen die erop gepent moeten worden. Je moet toch een gast erop houden. Hij moet mee autopetten, zijn passagier. Ze zijn één en al aan het werk. Die jongens zijn aan het eind van de dag, ze zijn echt doodmoe. Maar ze vinden het een fantastisch festijn hier in Scheveningen. Ze komen allemaal dolgraag hier naartoe. Kijk, ik heb hier dan een officieuze einduitslag, maar zo dadelijk komt dat uiteraard officieel in beeld. Eén is natuurlijk Bakens, twee is Ton van Heugden met Frits Kiggen. En derde man zou dan zijn Mari Bens, als ik dat wel heb. En dat is dan natuurlijk te zien aan zijn bruine trui. Dat zou erg leuk zijn, maar die heeft in het begin van het seizoen ontzettend veel pech gehad. Nogal. Nog eventjes hier een studie in stijl, slow motion, een studie in stijl van Jan Bakens. Je moet eens kijken, Frans, of die monkey erbij hangt compleet, hè? Hier hebben we de uitslag dus 1 Jan Bakens, Ton Maas uit Nederland, 2 Van Heugden, Kiggen uit Nederland, 3 Mari Bens en Tom Poets, ook uit Nederland.